Advocaat Erwin Kanhai zegt dat de ondeugelijkheden in de strafzaak waarbij gewezen governor van de Centrale Bank van Suriname, Robert van Trict, de rechtsstaat besproken moeten worden. De advocaat voerde gisteren een urenlang pleidooi in hoger beroep in de rechtszaal. Na de zitting zei de jurist dat vele punten in het strafdossier gedetailleerd besproken moeten worden om duidelijkheid te verschaffen. Van Trict staat terecht voor het financieel benadelen van de staat. Wanneer je zegt dat iemand ongelijk heeft, dan moet je ook aangeven waarom hij ongelijk heeft. Dus dat hebben we geprobeerd te doen en hopen dat we het Hof kunnen overtuigen van ons gelijk. Ja, je zegt u hoopt. U klinkt niet overtuigd. Nee. Dus laten wij zeggen, beslissingen van rechters, daar kan je niet zeggen ik ben er zeker van dat. Dat doe ik nooit in mijn loopbaan als advocaat, heb ik dat nooit gedaan. Ik hoop alleen dat het mij gelukt is met al die inspanningen om de rechters te overtuigen van het tegendeel. Kanhai zegt te geloven dat het Hof van Justitie een beeld heeft of Van Trict de staat wel of niet heeft benadeeld. De invrijheidstelling van zijn cliënt geeft al een bepaalde wending aan de gedachtegang van de rechters. Een aantal zaken, bijvoorbeeld blanco krediet, monetaire financiering. Dat soort zaken heb ik naar voren gebracht. Dus die zijn helemaal uitgewerkt. En de redenering van het Openbaar Ministerie, dat het sprake was van monetaire financiering. Dat hebben we helemaal uitgewerkt. Het is niet aan het oordeel van het publiek, het is aan het oordeel van die rechter. Die moet ik overtuigen. Ik moet het publiek niet overtuigen. Ik moet de rechters overtuigen. Kanhai merkt verder op dat hij moeilijk kan inschatten als de strafzaak dit jaar nog tot een eind komt. Het Openbaar Ministerie en de verdediging moeten nog aan het woord komen, terwijl ook rekening moet worden gehouden met de recesperiode. Van Trict werd op 31 januari dit jaar veroordeeld tot 8 jaar gevangenisstraf, een boete van 500.000 SFD subsidiair en 16 maanden hechtenis.